Hallo, welkom op deze online workshop, mocktail workshop in een box. Mijn naam is Eline, ik ben de lokale preventiewerker van Terugpunt Waas. En samen met mijn collega Ilka Walijn, dat is de preventiewerker van Beveren. En onze collega preventiewerkers Ellen Bokland en Zita Leedaert, hebben wij deze online workshop in elkaar gestoken. Hij zal geleid worden door Peter Grunewald. Maar Ilka gaat eerst een beetje informatie geven over hoe dat dit tot stand is gekomen. Ja, dank u wel, Eline. Inderdaad, deze mocktail workshop kadert eigenlijk een beetje binnen de campagne Meer van Zonder. Sommigen van jullie hebben er misschien ooit al eens van gehoord, anderen niet. Meer van Zonder is eigenlijk een campagne dat zich focust op een ruimer alcoholvrij aanbod. Dus het is zeker niet de boodschap dat alcohol volledig van de lijst moet geschrapt worden. We zijn ons daar heel bewust van dat dat er vaak wel bij hoort. Maar jammer genoeg zien we... Als we even terugdenken in de tijden van feestjes of zo, of recepties, toen het allemaal nog mocht, dat er vaak eigenlijk een heel beperkt aanbod is in alcoholvrije drankjes. En deze campagne wil zich daar eigenlijk op inzetten om dat aanbod een beetje te verruimen. Door simpel aan de slag te gaan, door meer frisdranken in het aanbod op te nemen. Maar anderzijds bijvoorbeeld ook door wat creatiever aan de slag te gaan en het maken van lekkere mocktails bijvoorbeeld. En het is een beetje in het kader daarvan dat we deze mocktail workshop opnieuw organiseren. Deze receptenboekjes zijn in de mocktailboxen terug te vinden voor de mensen die bij de lancering van deze workshop zich hadden ingeschreven. Maar ook mensen die er jammer genoeg niet op tijd bij waren. Jullie kunnen die receptenboekjes altijd bij ons gratis opvragen. Dus hou jullie zeker niet in. Dan stel ik voor dat we eraan gaan beginnen aan de mocktail workshop. Zoals jullie hebben gelezen of gehoord hebben, gaat de workshop geleid worden door Peter Grunewald. Een aantal jaar geleden is er hier in Beveren al een keer een live workshop doorgegaan onder leiding van Peter, maar nu hebben we gekozen voor een filmpje. Peter gaat eigenlijk uitleggen hoe dat we 3 mocktails gaan maken en gaat ook wat extra tips geven, zodat jullie daar thuis gewoon mee aan de slag kunnen gaan. En wie weet geeft het inspiratie om daarmee aan de slag te gaan met de feestdagen, een verjaardag, alles eigenlijk wat je te vieren hebt. Zo, Eline, we gaan... Yes. 2 variaties maken met tonic. Okay. Iets fruitiger en iets bitterder. Dus ja. De bittere gaan we gewoon de gember dat je al in partjes voorgesneden hebt, maar eigenlijk de helft ervan in een gin tonic glas doen. In beide glazen of in eentje? Eentje is voor doen, ja. Zoiets. Ja, super. Ik ga weer al een limoentje, ja, die mag je eigenlijk in 4 snijden. Ja. Eigenlijk... In partjes of overlangs? Of maakt dat niet? In de nacht. Zo. Ja, voilà. En dan nog een keer in de helft. Op die manier kun je het eigenlijk beter uitknijpen. Dan is het niet zo hard. Ja. Voornamelijk bij deze 2 alcoholvrije variaties heb je maar enkele druppeltjes nodig. Okay. In plaats van dat je soms dat systeem hebt, mm-hmm, of die lime squeezers, ja, heb je geen dosering erover. Okay. Maar nu kan je echt heel fijn gaan doseren. Uitvullen? Ja, okay. Klopt. Yes, dat is voldoende. Ja. Dus nog een keer wat basilicumblaadjes aangeven. Ja. En dan mag je aanstampen, dan mag je het glas ook. Dan mag je het glas. Mooi aanstampen. Ja. Voilà. Heb je nu geen zo'n stamper, dan kun je perfect de lepel gaan gebruiken of zo. Dus het is die etherische olie dat je een beetje uit die gember en uit de basilicumblaadjes moet hebben. Zo. Ja. Dan mag je zeker het glas aangeven. Ja. Dan gaan we voldoende ijsblokjes bij doen. Dat is mooi. Mensen hebben nog altijd te schrik voor te veel ijsblokjes, mm-hmm, aan toe te voegen aan een cocktail. Maar eigenlijk als het wat warmer is, dan zorgt dat ervoor dat uw drankje effectief afkoelt. Okay. Dus hoe meer ijs, hoe minder smaakwater dat u hebt in uw drankje. En dan mag je de neutrale tonic aan toevoegen. De neutrale tonic. Ja, de original. En gewoon mooi aan de zijkant laten neerschenken, dat de bubbel... Je mag het glas inderdaad, maar het glas mooi vastnemen. Mooi erin. Dat de bubbel ook effectief mooi in je glas komt. En gaat het er volledig in? Of? 2/3 meestal. 2/3 van je glas, dat is voldoende. Zo. Dan kun je gewoon omroeren met de baarlepel. Of met de ijslepel. Als je de ijslepel thuis hebt, kunt u dat mooi doen.
Die is nu iets gebitterder. En de hember zorgt ervoor dat die echt wel wat pit heeft. Wens u een klein beetje suikersiroop aan toe te voegen, dat is perfect mogelijk. Dan is het gewoon afwerken met wat blaadjes basilicum en gewoon een keer op uw hand kloppen. En je zult merken dat die sterkte, die etherische oliën, 10 keer zo sterk zijn. Dus bij de basilicum met het blaadje munt kun je dat een keer in knijpen. Ga je merken dat die etherische oliën vrijkomen en mooi over uw glas komen eigenlijk. Okay. Voilà. De tweede, dan je hier ongeveer de helft hiervan, dat is elderflower siroop, aan toevoegen. Mag je erbij? Ja. En dan ook eigenlijk een vierde partje, dat is voldoende. Dan een vierde van een partje limoen mag erbij. En hier heb je echt, wil je die frisheid ook in je drankje brengen. Dus met die limoensap gaat dat heel goed. Zo. Voilà. En dan voor de huisblokjes. En dan is het eigenlijk met die pink tonic dat je kunt gebruiken. Dat is een klein beetje fruitiger. Dat is de fruitigere versie en dat is iets bitterder. Met kruiden. Zo dus. Twee variaties van. Voor de, ah ja. Oh, dat is niet goed van me. Zo? Ja, heel goed. En hier kunt u dan nog, we hebben hier een mix gemaakt van rozenblaadjes, een klein beetje kaneel. Oké. En dan mag je er eigenlijk mooi aan toevoegen, ja. Bovenop. Yes. Zo. En oké, dan is het uw eigen keuze. Soms worden er rietjes aan toegevoegd, soms niet. Jullie hebben daar twee... Zullen we. Ik zou beter die andere nemen, denk ik. Deze? Ja. Dat gaat iets... Ja, voilà. Die twee. Voilà. Zo. En voilà. Twee variaties, alcoholvrije variaties op de zogenaamde gin tonic. Uiteraard zit er geen gin in, maar toch iets kruidiger en iets fruitiger. Is op basis van vruchtensappen. Eens iets totaal anders. Wat hebben we nodig? Elderflower siroop of vlierbloesem siroop, die apple cherry en ananassap. Uiteraard ook wat limoensap om wat frisse in uw drankje te brengen. Dus dat stukje, die limoen mag je vier partjes nemen. En één extra partje om dan voor de afwerking het mini parasolletje aan toe te voegen. Intussen, iedereen heeft altijd een cocktailshaker thuis. Hier met zo'n flesje is dat ook perfect mogelijk. Doet er dan wat ijsblokjes in. Intussen mogen ook die flesjes open met de apple cherry en de ananassap. Voilà, dat is gelukt. Dan mag je 2/3 van die ananassap er aan toevoegen. En 1/3 van die apple cherry. Het grote voordeel hieraan is dat je niet echt smost. Met een cocktail shaker kun je soms wel wat smost dat je niet echt behendig in bent. Nee, tof. Heel goed. Ja. Limoentjes. Dus een vierde van een partje limoen mag je er eigenlijk uitsqueezen. Die limoensap is ook naar eigen smaak. Ik wil het iets zuurder hebben of iets frisser. Dan voeg je er gewoon iets extra aan toe. Zo? Ja, heel goed. Dan mooi dicht doen. Dat is wel belangrijk terug. Mooi afsluiten. En shaken. Shaken ook erbij. Ja. Goed? Ja, perfect zo. Dus dat draait open. Intussen mag eigenlijk dat parasolletje al op. Het kleinste partje van de limoen. Of deze dan? Ja. Daarop gewoon of? Ja, in de schermzaal. In de schermzaal, ja. Zo? Ja. Dosering perfect. Is dat hoe lang het bedoelt? Ja, dat is allemaal mogelijk eigenlijk. En dat kan je er dan gewoon eigenlijk plat op leggen. Of een beetje afhankelijk hoe dat het zegt. Zo of? Of op deze manier.
een beetje afhankelijk hoe dat het allemaal met de ijsblokjes. Oké. Okay. En dan het langste rietje mag je eigenlijk gebruiken voor in de longdrinkglas. Ja, dat eentje. Latte. Voilà, zo, een eenvoudige variatie met ingrediënten die je gemakkelijk in het groot warenhuis vindt. Die apple cherry, de pineapple loza, de elderflower, wat limoensap. Je hebt een tropische mocktail en met parasolken erbij. Dus, ik zou zeggen cheers. Zoetige. Ja, zo, dat is eigenlijk die zoetigheid kan je zelf gaan kiezen. Ja. Met die elderflower, oftewel maak je het iets meer zoet, iets minder zoet. De zuurte gaat, extra limoensap, dan maak je het terug wat zuurder en wat frisser. Ja. Dus dat kan je altijd mee spelen eigenlijk. Dat is een heel goede opmerking met die siropen en die limoensap. Dat kan je spelen naar eigen smaak. Ja. Dus je kunt eigenlijk perfect nu nog, als je zegt oké, het is te zoet, wat extra limoensap kan doen. Ja. Wel wat mogelijk. Ja, cheers. Ja. Hey Elin, yes. We gaan de klassieker onder de mocktails en tussennachtjes ook de cocktails, maar je had het over de mocktails. De klassieker eronder, een alcoholvrije mojito maken. Perfect. Wat heb je nodig? Uiteraard een glas, muntblaadjes, een limoentje, dat mag je in 8 partjes versnijden. Tussen ga ik wat muntblaadjes aan toevoegen. Hoeveel? Een beetje afhankelijk van de grootte. Een 8 à 10 muntblaadjes is zeker voldoende. Je mag ongeveer een 6 partjes in het glas doen. Erin doen of ook uitnemen eerst? Dat is eigenlijk een keuze dat je hebt. Twee hebben nu een muddler bij de hand. Niet iedereen heeft dat bij de hand. Dus soms is het handig dat je gewoon de limoenpartjes daarom dat ze ook iets kleiner waren. Mm-hmm. Dat is handiger om uit te squeezen. Maar eigenlijk met een muddler is dat dan niet nodig. We hebben wel wat rietsuiker aan toevoegen. Ongeveer 2 lepels. En dat is ook naar eigen smaak. Zeg ik wil het iets zoeter, iets minder zoet. Dat is je eigen keuze. Perfect. En dan mag je echt heel goed aanstampen. Het is eigenlijk duwen en draaien. Voilà. Dan alle etherische oliën ook uit die schil. En dat vind ik wel ook aan die alcoholvrije. Het originele recept is normaal met limoensap. Maar hier door die bitterheid krijg je ook nog een beetje meer extra body in je drankje. En dat vind ik wel leuker aan. Zoiets? Ja, heel goed. Okay. Ik zou wel een blokje dat toevoegen. En terug werken we hier met ijsblokjes. Omdat we hebben geen smeltwater nodig. Dat mag je te snoepen doen. We hebben geen smeltwater nodig. Als je met crushed ice werkt, dan gaat dat ijs veel vlugger smelten. En dan heb je echt onmiddellijk water in je drankje. Maar hier met die ijsblokjes is dat niet het geval. En dan mag je gewoon uitschenken aan de zijkant van je glas. Dat die bubbel van die ginger ale, dat is gemberlimonade, mooi in uw glas blijft eigenlijk. Zo. Perfect. En dan met de baarlepel kan je eigenlijk van onder naar boven gaan. Om dat mooi alle ingrediënten te mixen. Oh. Voilà. Zeg je nu oké, ik wil het die gembersmaak nog meer laten doorsmaken. Daar kunt u zelfs nog verse partjes gember aan toevoegen, meemuddelen. Dus je ziet het zoeter, bitterder. Het is allemaal mogelijk. Mm-hmm. En dan is het gewoon nog on top. Eigenlijk een keer op je hand kloppen, zodat die etherische oliën mooi vrijkomen. Ja? En dan samen met het rietje kan je dat er dan mooi in plaatsen. En nu heb je die munt door zo te kloppen. Is de smaak 10 sterker, de geur van de munt 10 sterker. Dat ruikt je inderdaad wel. Ja. En dan heb je eigenlijk je reukorgaan ook, is eigenlijk een van je eerste smaakpalet. Van je smaakpapillen. En dat doet er heel veel aan, die kleine decoraties bovenop. Om die geur mooi in je neus te hebben. En te beseffen dat een mojito is dat je gaat drinken. Ik zou zeggen, cheers. Zalig, oké, super. Merci. Ruikt inderdaad wel echt super goed. En zoals dat aanhaalt, wil je nog meer gember, verse gember aan toevoegen, dat is allemaal mogelijk. Meer limoen, meer munt, minder suiker, meer suiker. Ja, je kunt het echt wel persoonlijk naar uw smaak. Of ja, helemaal juist. En je ziet het eigenlijk met ingrediënten die gemakkelijk in het groot warenhuis te vinden zijn.
en eigenlijk ook enorm budgetvriendelijk zijn, heb je het summerdrankje eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Dus opletten niet met summerdrank. Dus opletten dat je wat hij zegt. Het is met tournee mineraal, maar. Voilà, het zit er al op. Wij kunnen jullie alleszins al verzekeren. Het zijn heel gemakkelijke en vooral heel lekkere mocktails. Wij hopen natuurlijk dat jullie ervan genoten hebben. Als jullie nog vragen zouden hebben over de mocktails of over de campagne Meer van Zonder of Tournee Mineraal, of met andere vragen zitten nog, kunnen jullie ons zeker contacteren. Voor de regio Beveren kan dat via preventiewerker@beveren.be. En voor de overige regio's van Brugpunt-Waas, of de gemeente liever, dat zijn Kruibeke, Stekenen, Sint-Gilles-Waas en Zwijndrecht, kan dat op het mailadres waas@brugpunt.be. Voilà, en dan denk ik dat het erop zit. Dus sowieso een dikke merci, Peter, aan u om tijd vrij te willen maken voor ons. En dan stel ik voor dat wij een stukje klinken op onze creaties. Voilà, set. Alright. Heel goed. Yes. School. School. Merci. En school.